Welkom bij Harry de Ferryman. Vandaag gaan we verder met de boottrailer. We beginnen ermee die plaatjes eventjes in orde te maken. Even rondmaken, afbramen en dan gaan we ze erop lassen. We zullen eens gas geven met slijptol. Nou, die bubbels zijn we klaar, dus de butrollen kunnen erop gelast worden. Dan gaan we nu eens doen. We zijn nu zover dat we de rollen erop kunnen lassen. Nou, de hoogte van de rol die heb ik bepaald door de roeiboot al op de kat te leggen. Er komen nou hier wat beelden van. Je zult toch moeten weten hoe hoog dat die rol er vanaf moet komen te staan. Nou, we hebben twee verschillende type roeiboten, dus het is een beetje schipperen. Dat ze er ook alle twee op kunnen. De een is wat breder en wat langer als deze die ik hier binnen heb liggen. Dus daar moet je een beetje rekening mee houden. Ik heb ook gemeten hoe ver dat de rollen uit de kant moeten komen. Dus nu kan ik ze erop gaan lassen. Ik moet nog eventjes meten. Dan denk je van nou, die zitten lekker in zijn t-shirtje. Ja, zo werk ik het niet meer lassen. Als ik dat doe, dan ben ik helemaal verbrand aan het einde van de dag. Ik heb een vrij lichte huid. Die straling die er vanaf komt, dan verbrand ik meteen. Plus alle spetters die opvallen, krijg je allemaal brandplekjes. Die heb ik toch wel. Maar dat proberen we dus niet meer te laten worden. Ik ga hem eerst eens uitmeten dat ik zeker weet dat hij goed staat. En dan gaan we ze eens vastlassen.
Dan zul je zeggen, waarom heb je de asje niet door laten lopen? Nou, dat gaat niet, want hier komt de keg van de boot tussenin te liggen. Die zit achter op de roeiboot. En die moest er tussenin. Ze konden niet breder uit elkaar. Want anders, als de punt van de boot aankomt, dan pak je hem niet. Nou gaan we mispassen op de boot. En dan gaan we bepalen de wieltjes aan de zijkant waar ze moeten komen te zitten. Die moeten zo zitten dat de boot toch gecentreerd wordt. En hij mag niet klemmen. Je kunt zien, ze zitten er nu 6 rollen op. En voor aan de stang waar het op komt te rusten. Die wordt bekleed met rubber, daar trekken we hem tegenaan. Dus, we gaan hem eerst even naar buiten rollen en onder de boot duwen. Kijken hoe het allemaal uitkomt. Nu zie ik jullie denken, Harry is tussendoor naar de kapper geweest en een ander overal aangedaan. Dat is niet waar. Mijn geheugenkaarten zaten gisteren vol. Dus ik ben ermee gestopt. Ik ben er nu mee verder gegaan. Die twee laatste steuntjes erop gelast aan het eind. En nou is voor de boot eigenlijk alles klaar. En daar zijn we ook mee aan het einde van dit filmpje gekomen. De volgende keer gaan we de achterlichtjes erop maken en nummerplaatje en al die soort dingen. Moet ook aangesloten worden. Dat gaan we dan doen. We lopen er eens even snel langs. Jullie kunnen zien wat er nu te geworden is. De twee wieltjes aan het eind. De vier rollen voorop. Hier achterop de wielen. Jullie hebben het kunnen zien. Het is een dagwerk. Er zit natuurlijk wel filmen bij. Normaal ben je er vlugger mee. Omdat je iedere keer met je camera loopt te sjouwen en te doen. Duurt het wel langer. In ieder geval bedankt voor het kijken. Volgende week komt er nog een deel. Achterlichtjes en zo. Vind je de filmpje leuk? Graag duimpje omhoog. Wil je meer filmpjes van mij zien, kun je eigen abonneren. En als je het belletje aanklikt, word je op de hoogte gehouden van iedere keer wanneer ik een nieuw filmpje upload. Ik sluit af zoals ik altijd doe. En dat is zoals we in Brabant zeggen. Houdoe.